Ik had niet verwacht dat dit opeens een emotionele video zou worden, wow. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Met mij gaat het redelijk, maar daar kom ik straks nog op. Maar ik heb de afgelopen tijd iets voor me gehouden. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het heel erg lastig om over persoonlijke situaties te hebben. Je zet het toch op het internet en ik vind het leuk om mijn leven met jullie te delen. Jullie te informeren, te inspireren. Maar ja, soms vind ik het gewoon moeilijk om over bepaalde dingen te praten. Ik ben in mijn persoonlijke omgeving echt een open boek. Ik vertel van alles en nog wat, maar online ben ik nog wel voorzichtig. Maar ik heb erover nagedacht en het wordt tijd om een aantal dingetjes aan jullie te vertellen. Mocht je me op Instagram volgen, dan heb je waarschijnlijk het een en ander wel meegekregen. Maar de afgelopen tijd is het echt een emotionele en mentale rollercoaster voor me geweest. Sowieso de afgelopen 1,5 jaar, 2 jaar struggle ik een beetje met mijn mentale gezondheid. En ik stel dat ook echt als mijn nummer 1 prioriteit. Ik vond het ook heel erg lastig om met thuisstudie om te gaan. Social distancing. En ik denk dat iedereen op zijn eigen manier wel de afgelopen tijd te maken had met persoonlijke struggles. Maar dan kwamen er nog andere externe factoren bij kijken. Ik kreeg te horen dat mijn vader ernstig ziek is. En ik ben echt, oh, als ik het erover heb, word ik emotioneel. Wow. Besef, hè, hoeveel het dan met me doet. Ik ben een enorm papa's kindje. En mijn papa is echt alles voor me. En mijn moeder ook, hoor. Maar zodra er iets met je ouders gebeurt, man, je wereld stort dan in elkaar. Maar ja, daar zijn we dus mee aan het struggelen. Daarnaast, wow, ik had niet verwacht dat dit opeens een emotionele video zou worden, wow. En niet zo lang geleden is een hele goede vriend van mij overleden. Het was een vriend van het mbo. Ja, dus zoals jullie merken, struggle ik met zo ontzettend veel emoties. En dan is het schooljaar weer van start gegaan. Ik ben echt geen opgever. Ik heb zoveel doorzettingsvermogen en ik wil dingen gewoon blijven doen. Maar soms moet ik prioriteiten stellen van wat ik belangrijker vind op dat moment. Maar ja, het speelt in mijn leven en ik ga geen masker opzetten. Ik heb gemerkt de afgelopen tijd dat ik best wel een masker opzette op social media, in mijn video's. Maar dat masker gaat nu af. 2020 is echt een jaar met grote wake-up calls. Op verschillende aspecten. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Maar ja, sowieso is het belangrijk om voor jezelf te kiezen. Maar je moet echt het beste uit je leven halen. Je weet nooit wanneer je laatste dag is. Of wanneer iemand anders laatste dag is. Dus koester elk moment. Wees dankbaar. En het zijn allemaal clichés. Maar het zijn wel echt clichés die waar zijn. Maar ik probeer mijn hoofd boven water te houden. En mezelf op de eerste plaats te zetten. En wat ik zei, mentale gezondheid is echt mijn grootste prioriteit. En daar ga ik me ook de aankomende tijd op focussen. Het is op dit moment bijna 8:30. Ik ben echt al in 7 uur op. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk uit mijn dag halen. Omdat mijn dagen best wel volgepland staan. Het vak dat ik straks heb is Nima B. En dat is marketing. Ik heb hier ook een boek. Strategische en operationele marketingplanning. Best wel een dik boek, maar heel veel dingen doen we ook online. Ik loop een klein beetje achter op mijn studie. Vanwege de situatie die er nu in mijn leven speelt. Maar ik ga gewoon proberen om zo goed mogelijk mijn best te doen. Als dat de spirit is, dan komt het allemaal wel goed. Een nieuwe plannencampagne. Ik wilde eerst een samenvatting gaan maken of nou ja, alles in mijn boekje opschrijven. Maar daar raak ik zo gedemotiveerd door. Dus ik dacht, laat ik gewoon in PowerPoint een visuele samenvatting maken. Ik vind dit veel leuker en veel motiverender. En als ik dit dan heb staan, dan kan ik altijd nog dingen opschrijven. Want dan onthoud ik het wel beter. Maar dit motiveert me wel een stukje meer. En voor een ander vak maak ik ook iets in PowerPoint. Je moet toch wat, hè? Normaal gesproken raak ik gemotiveerd door mijn medestudenten. Maar ja, maar nu ik niet fysiek in een klas zit, is dat natuurlijk heel erg moeilijk. Dus dan moet ik het maar op deze manier doen. Ik vind het gewoon niet leuk om gedemotiveerd te zijn.
En dat zit hem gewoon in de kleine dingetjes. Dus als ik blij word van het maken van een PowerPoint, dan moet ik dat ook vooral blijven doen. De les is afgelopen en ik ga even de vaat uitruimen en dan ga ik koffie maken. En daarna wil ik boodschappen gaan doen. Ik heb even een andere outfit voor vandaag aangedaan. Ik heb een top aangetrokken en deze jeans. En dan doe ik zo nog even sneakers aan. Maar voordat ik zo boodschappen ga doen, moet ik eventjes de was gaan opvouwen. Want dat moet ook gedaan worden. Ik heb net gelijk iets gegeten. Mijn lunch was niet zo bijzonder. Ik had gewoon een boterham gegeten. Maar ik ga zo naar werk, want ik werk namelijk om 1 uur tot en met 6 uur. En na het werk ga ik avondeten maken. Nog eventjes aan school en relaxen. Ja, dat staat er voor de rest van de dag op de planning. Het is vandaag vrijdag en ook voor vandaag heb ik een aantal dingen op de planning staan. Ik ga straks met mijn huisgenote Sarah naar Mr. Stack. Ja, daar gaan we even ontbijten. We eten bijna nooit gezamenlijk buiten de deur. Maar het is wel leuk om even een roomie day te hebben. En daarna gaan we samen naar Lucardi, want ik heb een samenwerking met hun. Dus ik moet daar eventjes langs gaan. Ik ga, als het goed is, een derde gaatje laten zetten. Inmiddels ben ik alweer thuis. Het is nog redelijk vroeg. Het is net 10:30 geweest. We hebben ontbeten. Het was zo lekker. En ik heb een derde gaatje laten zetten. Ik heb ook gelijk nieuwe oorbellen gehaald. Even inzoomen. Omdat deze oorbellen natuurlijk een samenwerking is, moet ik hier ook content van maken. Dus ik ga foto's maken van mijn nieuwe oorbellen. Ik weet niet precies hoe ik het wil gaan doen. Moet wel een beetje close-up zijn, maar ik laat jullie gewoon zien wat het proces is. Ik denk dat de juiste foto's er wel tussen zitten. Hier een close-up. Ik heb hier een foto. En dan heb ik een close-up van de oorbellen. Het ligt eraan hoe ik mijn foto's maak. Op dit moment maak ik dan foto's met deze camera. Soms maak ik foto's met mijn telefoon of met een andere camera. Maar het werkt gewoon prima. Dit zijn uiteindelijk de foto's die ik voor Lucardi heb gemaakt. En zijn ook gelijk goedgekeurd. Het gaat nooit zo snel. De rest van de dag bestaat uit content maken. Het is nu bijna 2 uur en ik doe vandaag een beetje chill. Ik moet alles gewoon een beetje op mijn gemakje doen. Ik merk dat ik gewoon heel snel uitgeput en overprikkeld raak. Dus ja, ik doe wat ik kan doen. Dus vandaag staat echt in het teken van content. En dan ga ik waarschijnlijk vanavond nog wel een beetje aan school. En anders morgen weer, ja. Dit is misschien heel erg beschamend, of ook weer niet. Maar ik heb pizza besteld en een bijgerecht. Normaal gesproken zou ik geen pizza voor lunch nemen. Het is nu 3 uur. Het is een soort van lunch. Het is tussen lunch en avondeten in. Geen idee of ik dit allemaal opkrijg, anders eet ik het vanavond nog op. We hebben hier een veggie pizza en chicken strippers. Echt, die zijn zo lekker van Domino's. Ik heb 2 pakketjes ontvangen. 1 PR pakketje en
één pakketje dat ik zelf heb besteld. Ik ga even stuk op mezelf. Ik ben echt een organization freak. Dus ik heb opbergmandjes gekocht bij Bol.com. Ik ben echt gestoord hoe vaak ik mijn kledingkast aan het opruimen ben. Ik vind het gewoon leuk. Maar ik heb deze mandjes. Ik hoop dat ze niet te klein zijn. Want ik heb ook zulke mandjes van de IKEA. Die zijn iets groter. Ik ben echt zo iemand die iets niet op gaat meten. Ik ga er dan vanuit dat iets past. Maar ja. Ik denk dat ze misschien ietsjes te klein zijn. Het zal weer niet. Maar I will make it work. Ik dacht eerst dat die even groot zou zijn als dit mandje. Maar dat is niet het geval. Hij past er wel in. Maar dan heb ik nog heel veel ruimte over. Er passen net geen twee naast elkaar. Wat ik dacht, misschien dat ik dan als vooraanzicht dit mandje ga doen. En dat ik achter dan zo'n mandje ga doen. Want hier heb ik ook een aantal van. Zo. En dan heb ik nog een pakketje. Hier heb ik geen idee wat erin zit. Dit is een perspakket van Knijp. We hebben hier van die geurstokjes in de geur Watermint Rosemary. Oeh, ik ben hier heel benieuwd naar. En dit is badschuim. Ik heb helaas geen bad. Oeh, het ruikt wel heel lekker. Ik heb nu ook echt een troep van mijn kamer gemaakt. Alles ligt overal en nergens. Zoals jullie hebben kunnen zien heb ik mijn kledingkast opgeruimd. Dat was alweer een paar dagen geleden. Ik heb het nog redelijk netjes kunnen houden. Ik vind die bakken toch nog wel fijn. En hier is het ook prima. Ik heb gewoon niet zoveel ruimte. Dat is het gewoon. Maar ik ben weer tevreden dat het lekker georganiseerd is. Trouwens, ik heb dit niet echt per se op YouTube aangekondigd. Wel een klein beetje op Instagram. Maar ik heb een soort van nieuwe huisstijl. Ik heb een nieuwe intro. Mede dankzij Samira. Samira is een illustrator. Ik ken haar al een tijdje. Echt van back in the days. De old YouTube days. En ze heeft zo ontzettend veel talent. En ik had aan haar gevraagd of ze een illustratie voor mij wilde maken. Die ik voor mijn intro kon gebruiken. Zoals jullie waarschijnlijk merken ben ik nu helemaal into paars. Ik heb nu ook een paarse bandje voor mijn horloge. Toevallig heb ik een paarse top nu aan. Voor nu wil ik deze vlog afsluiten. Ik vond het to be honest wel fijn om in het begin van deze video mijn hart te luchten. Ik heb gemerkt gedurende de video dat ik steeds wat vrolijker en energieker word. Ja, het lag gewoon heel erg op mijn hart dat ik het voor me hield als het ware. En nu gaan we gewoon verder met leven. En het kan ook weer zo zijn dat ik binnenkort weer helemaal breek. En ja, dus dat is het leven gewoon. Maar dan weten jullie ervan af. En ik kan er jullie begrip voor hebben. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. En ik waardeer ook al jullie support. En hopelijk zie ik je bij de volgende video. Doei!